welkom bij weer een nieuwe aflevering van Viskit. Vandaag neem ik jullie mee in de polders om te gaan snoeken. En ik hoop dat ze bijten, want het is hartstikke mooi snoekweer. We hebben een paar zwartzonkers gekocht en daar gaan we vandaag mee vissen. We hebben twee kleuren gekocht. Ik gebruik hier de blauwe, omdat het lekker helder water is. En dan gebruiken we deze voor troebelwater. Dit is echt het rotste gedeelte van een kunstaasje uitpakken. Van die buisjes van die haken afhalen. Zo rot. Nou, daar gaat hij. Ik ga hem meteen beginnen in de beste hoek, bij het duikertje. Het is hier aardig om diep en het is een zinkende jerkbait. Dus ik kan hem hier jammer genoeg niet zo langzaam vissen. Hangen jongens. Zo, ze nemen nu meer echt diep. Het is hier een beetje moeilijk landen, daarom neem ik hem even wat verder terug mee. Dan... De cameraman moet even de hengel vasthouden, dan kan ik hem landen. Heel misschien kan ik een klein beetje in het water gaan staan. Hou je hem nog, cameraman? Jazeker. Hij is er echt bijna uit. Nou, de eerste vis. Ik ga gewoon even met mijn schoenen het water in, want de snoek gaat voor natuurlijk. 6 worpjes. Bam, snoek. Op naar de volgende. Ik las gisteren op Facebook een berichtje van... ik vang nooit wat op deze aasjes. Misschien zal ik dan straks even laten zien hoe je hem moet vissen. Nou, je gooit hem in. Je geeft hem niet de grote, maar ook weer niet de kleine tikjes. Soms even wat sneller. Gaat hij mooi zigzaggend door het water en dan zie je dat staartje zo heel mooi zo bewegen. En af en toe moet je gewoon even stil laten hangen, dat hij heel mooi afzinkt. Misschien vergeet je dat wel eens. Als je hem laat zinken, dan is heel mooi, dan gaat dat staartje, dat beweegt nog zo. En dat vind ik echt wel heel erg mooi aan dit aasje. Kijk, zoals hier, bruggetjes. Dat zijn ook altijd wel mooie plekken waar je snoek kan verwachten. Ik kreeg net een aanbeet. Hij zat er heel eventjes aan. En nu probeer ik hem nog een keer te verleiden. Wat waarschijnlijk niet gaat lukken. Want hij zat wel echt gehaakt, zeg maar. Dus ik denk dat hij ook gewoon op andere aasjes niet meer grijpt. De eerste aanbeet van net had hij waarschijnlijk hem in de staart te pakken. Waardoor ik hem niet kon haken. Vandaar dat die staart nu helemaal kapot is. Gelukkig kan je er altijd wel nieuwe staartjes op zetten. Dat is heel gemakkelijk. Maar hij flubbert nog, dus ik vis ermee door tot hij echt helemaal eraf is. Stroomt hij misschien een beetje te hard. Ik probeer straks het bochtje daar ginds nog even en nog even dit riet uit te kammen. Toch iets minder mooi dan gedacht, want het stroomt heel erg hard en dat vindt Snoek echt niet fijn. Dus snel naar een andere plek. Oh, lekker. Het zonnetje komt er een beetje door. Kijk, hier wordt het een stuk smaller. Hier wordt het nu echt te hoog om de snoek te landen. Daar moet je altijd wel goed naar kijken. Dus dan loop ik nu een stukje door tot het wat afloopt. Ja, hier kan het net.
super stijl. Oh, hij is meteen onthaakt. Ik ga hem nu gewoon zo teruggooien en dan gaat hij vanzelf wel. Ah, leuke vis. Hier achter mij heeft het helemaal geen zin om hem daarvoor te gooien, want dan stroomt het veel te hard. En als hier ergens een snoek ligt, ligt hij meestal in het hoekje hier. Zo naast de stroming. Net uit de stroming. We gaan nu even naar het achterste. Daar zie ik een heel mooi duikertje en wat rotzooi in het water. En dan mag je echt nooit overslaan. Dat zijn echt hotspots. Het is wel super ondiep hier. Twee snoeken. Was dit een hele goede stek. We gaan nu even naar de tweede stek. Om te kijken of het nou ook zo goed lukt. De cameraman stond helemaal bovenop, een kilometer of verderop of zo. En dan knalt er een snoek op. Nou, leuk. Kijk, hier is een mooi randje waar ik op kan staan. Oké, ik heb hem nu bij zijn kiel. Ja, we hebben hem. De cameraman stond net met zijn statief op het viaduct hierachter. Toen klapte deze jongen erop. Ik ga er nu echt mee stoppen. Ik ben kleddernat. Ik heb drie snoeken gevangen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.